Hey beste kijkers, welkom bij weer een nieuwe video. Wat ik jullie vandaag ga laten zien is hoe je zelf deze ATAG Q38C kan instellen. Nou, waar gaan we mee beginnen? Modetoets ingedrukt houden. Dan vraagt hij om een code. Dan ga je naar 123. Dan druk je store in. Mode. Ga je naar parameters. Dan gaan we naar parameter 1. Dit is maximaal ingestelde aanvoertemperatuur. Die zet ik op 75 graden. En dan druk je op store. Dan gaan we naar parameter 3. Maximale vermogen CV. Die staat nu op 36,6 kW. Zet die altijd eerst op zijn allerlaagst. Daarna, bij koude klachten, kan je hem altijd nog iets verhogen. Nu staat hij op 6,7. Dus deze ketel kan niet zachter draaien dan 6,7 kW. Store. Dan gaan we meteen naar parameter 48. Dat is dus minimale pompsnelheid. Die staat dus hier op 25%. Die kan je eventueel naar 20% zetten. Dan pompt die iets minder water door het systeem heen. Maar hou in de gaten, als je hem te laag zet, net zoals met intergas, dat hij dan kan gaan pendelen. Dus als hij gaat pendelen, dan moet je hem gewoon op 25% houden. Geen probleem met pendelen, dan kan je hem op 20% zetten. Store. Dan gaan we naar parameter 49. En dit is maximum ingestelde pompsnelheid. Die staat nu op 100%. Die gaan we ook verlagen. Nou, hij kan dus niet zachter dan 40%. Store. Dus je begint gewoon met de pompsnelheid minimaal op het laagst. En maximaal op het laagst. Vermogen op het laagst. En dan kijken hoe gedraagt de ketel zich. Gaat de ketel pendelen, dan kan je de minimale pompsnelheid iets verhogen. Krijg je je huis niet warm, dan zet je het vermogen in stapjes iets hoger. Maar dus de aanvoertemperatuur kan je gewoon op 75 graden laten staan. En uiteraard de installatie waterzijdig inregelen. Want mijn retourtemperatuur van de ketel, die moet zo laag mogelijk zijn. Nou, dan gaan we naar mode. En dat was hem. Appeltje eitje. Nou, bedankt voor het kijken. Even een duim omhoog. Vergeet je uiteraard niet te abonneren. En dan zie je mij de volgende keer.